Ja, laat me aangeven dat we inderdaad gisteravond hebben we een gesprek gehad met de Surinaamse politiebond onder leiding van de president. En uit dat gesprek, de bond wilde geïnformeerd worden over de ontslagprocedure die gevolgd is over van de twee gewezen politiefunctionarissen, de heer Gentel en Hellings. En na het gesprek hebben we een team geformeerd dat de SPB breedvoerig heeft uitgelegd. Weet je, laat me zien, de punten die hebben die daarbij in hebben gediend. En op die manier is de Surinaamse politiebond ingelegd. Wordt de resolutie teruggedraaid? Het is niet de bedoeling dat de resolutie, maar het is natuurlijk een aangelegenheid van de president. In de wet is aangegeven welke beroepsmogelijkheden er zijn voor de twee heren. En we geloven dat ze zich daaraan moeten houden. En bijvoorbeeld, zijn de juiste procedures gevolgd bij het ontslag? Ja, de juiste procedures zijn gevolgd. De juiste functionarissen zijn geconsulteerd vanuit de korpsleiding. Overleg met de procureur-generaal. En daarna het strafvoorstel en de stukken opmaken en opsturen naar de president. Hebben de heren een eerlijke kans gehad om zich te verweren? Helemaal. Helemaal, helemaal. En wie heeft de resolutie uiteindelijk getekend? De president of de VP? De president van de Republiek Suriname heeft de resolutie getekend. En kun je misschien ook vertellen, de voordracht, hoe is dat precies geweest voor het ontslag? Ik heb u al aangegeven, er is een zekere procedure. Vanuit het diensthandvest zijn de procedures beschreven. Ik heb al aangegeven welke procedure je moet volgen. Je wordt opgeroepen, je wordt... Ik kan niet eens de juiste woorden vinden. Maar je wordt in gebreken gesteld. En vervolgens, je wordt gehoord. Er komt een strafvoorstel. Overleg met de PG. De PG laat haar licht daarover schijnen. En aan de hand daarvan wordt er een strafvoorstel gepresenteerd. En aan de hand daarvan worden die stukken opgemaakt. Maar ik ga u niet moeten laten. Minister, hartelijk bedankt voor dit moment. Dus stand van zaken is eigenlijk vanuit de regeringskant case closed. Groene tafel zou de procedure moeten zijn. Ja, dat is het. Dat is de mogelijkheid die de wet biedt. Natuurlijk, de president kan overleggen, kan... noem maar op. Ja. Dus die mogelijkheden zijn er, maar het is des president. Maar wat de wet voorschrijft, is dat de rechter wordt geadieerd. Dus eigenlijk zo, die commissie van gisteravond, of het team, heeft niet zoveel zin, omdat er niets teruggedraaid zal worden, slechts duidelijkheid zal komen richting de bond. Het team heeft wel, het heeft wel nut gehad. Omdat, kijk, als politie, als vakbond, moet je wel begrijpen van, je wil precies weten, op grond waarvan, weet je, wat zijn de gronden die aangehaald zijn, die overwogen zijn, om tot een besluit te komen. En van, toelichten daarop is niet fout. Dus wat dat betreft, nou ja, dat mogen ze. En u ziet het, de regering heeft, is ingegaan daarin. En van, we zijn open, we zijn transparant.